Reizigers in de intercity tussen Roosendaal en Zwolle werden dinsdagmorgen verrast door een bommelding. Het treinverkeer van en naar Den Bosch werd na de melding direct stilgelegd. Een man riep in de trein explosieven te hebben geactiveerd. Bij aankomst in Den Bosch hebben medewerkers van de NS de man aangehouden en overgedragen aan de politie. De man zit nu ingesloten bij ons op het bureau in de Vogelstraat en die meneer wordt nu uitgebreid gehoord. Ik wou instappen in die trein en op een gegeven moment hoorde ik achter mij een meneer die met zijn handen omhoog was hij aan het roepen. Ik hou van Hollanders, fuck terroristen, fuck Bin Laden. Toen wou hij de trein instappen. Toen was er een passagier die hield hem tegen, die zei tegen die man van loop even mee meneer. Toen was er ook al snel NS-personeel bij. Op de achtergrond hoorde je al de sirenes dat de politie op weg was. En de politie was heel snel in kogelvrije vesten. Die hebben hem afgevoerd, heel snel. En toen werd het station ontruimd. Hij had een baard en hij had een gewaad aan, tot ongeveer een wit gewaad onder zijn knie ongeveer. Ik zat op het perron te wachten op de trein. En ik zag ineens allemaal mensen kijken. En er stapte een man uit de trein met een witte mantel aan. Ik zag hem eigenlijk uitstappen en meteen stonden er 5 politieagenten bij en wat beveiliging van de NS zelf. En die hebben hem afgevoerd. En ik keek zo naar die man en je ziet zo'n man die gearresteerd wordt en je denkt eigenlijk meteen van het is er weer zo eentje, het zal wel een bommelding zijn. Volgens de eerste berichten waren er inderdaad explosieven in de trein gevonden, maar dit werd later door de politie ontkend. Die verwarring is ontstaan zoals de melding bij ons op het centrum is binnengekomen op de meldkamer. Dat er inderdaad iets zou zijn aangetroffen door mensen die iets gezien hadden en dat een man dat zelf geroepen zou hebben. Nou ja goed, dat is door een medewerker van de NS te snel bevestigd. Want op basis van die melding moesten uiteraard het hele onderzoek nog gaan starten. Er zijn 2 speurhonden die speciaal gespecialiseerd zijn in explosieven te herkennen. Die zijn vanuit de KLPD ingevlogen hier naartoe. Die zijn nu bezig. Nou, uiteraard hebben we de gewone bomverkenners en de mensen van de explosieve opruimingsdienst. En het gewone personeel wat hier bezig is om de mensen te woord te staan en op afstand te houden. Alle panden binnen een straal van 250 meter werden ontruimd en dit gebied werd met linten afgezet. Honderden reizigers stranden vervolgens op het centraal station van Den Bosch. Het was wel heel druk en iedereen allemaal aan het douwen. Ja, het was niet echt douwen, maar iedereen wou gewoon naar beneden. Nee, wij stonden te wachten. Ik kwam eens de conducteur van, je moet een snel bom verlaten, bommelding. En de mensen een beetje hysterisch doen. Ik moet naar Nijmegen toe, maar ik denk niet dat het de komende tijd gaat gebeuren. Explosieven werden na uren zoeken uiteindelijk niet gevonden.